Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jouw RSVP. Eindelijk een keer met de jongens in de stad. Schandalig, maar we gaan weer naar de VIP. Kan echt niet, man. Pak mijn telefoon en ik lees iets onverwachts. Er is maar één ding dat ik liever doe dan dit. Hey, waar de fuck is Koen gebleven? Het is pas 9:15. Wacht, ik loop wel even naar beneden. Misschien moest hij nog iets aan de garderobe geven. Ik kan hem niet meer vinden. Hij stond hier net nog binnen. Kreeg hier niet een berichtje? Zoiets van Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Vanavond mag er niemand anders mee. Verzin maar vast de smoes voor je vrienden in de kroeg. Ik ga niet vallen. Boys, ik voel me niet lekker. Al een week of 7 vast, maar we zijn genadeloos geskipt. Jij laat ons geen keus, halen alles uit de kast. Dan weet je morgen wat je hebt gemist. Want wij gaan deze toko pas uit om 17:45. En viermans wordt de avond nog steeds een groot succes. We staan hier wel te klagen, maar stoppen nu met vragen. Ga lekker bij de slapen. Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou.